De graafwerkzaamheden rond het wellnesscentrum bij de Wiegense Berendonk komen mogelijk te dicht bij een dassenburcht. Dat zou in strijd zijn met de Flora- en Faunawet volgens actiegroep Leisurelands aan de Schandpaal. Wat vaststaat is dat de bouwplaats, waar kranen en graafmachines opereren, nog op geen steenworp afstand ligt van de burcht. De meest dichtstbijzijnde ingang hiervan bevindt zich nog geen 5 meter van de werkzaamheden. Stichting Das en Boom, een organisatie voor het behoud van dassen, laat weten dat kapwerkzaamheden met zwaar materieel binnen 20 meter van de burcht niet mogen. Als er sprake is van graafwerkzaamheden waarbij het tunnelstelsel vernield is, zou het een overtreding van de wet natuurbescherming zijn. De projectleider was dinsdag niet in staat om een reactie te geven.